Voor jullie. Ik heb het gevoel alsof het echt eeuwen geleden is dat ik die heb gemaakt. Er werd ook weer heel erg veel naar gevraagd en toevallig heb ik nu een hele leuke. Een paar dagen terug was ik naar Amsterdam geweest en toen ben ik naar de Eihallen gegaan. Dit is een hele grote markt, een van de grootste van Europa of zelfs de grootste, waar ze allemaal spullen verkopen. Een vriendin van mij die was er al vaker heen geweest, maar ik was nooit mee geweest omdat het allemaal tweedehands is. En ja, ik weet niet, ik ben er niet een heel erg groot fan van tweedehands. Ik vind het niet vies of zo, maar ik dacht eerder van ja, ik koop toch liever dingen in de winkel. Maar ik ben toch een keer meegegaan en ben toch eigenlijk wel heel erg verrast. Het is dus een markt waar allemaal mensen staan en wat ze hebben is, ze hebben onder andere kleding, maar ze hebben ook boeken, ze hebben posters, gewoon allemaal, ja, je kan er van alles vinden. En die mensen willen al die spullen kwijt, dus ze verkopen alles voor super goedkoop. Ik heb vooral kleding gekocht. Het goedkoopste wat ik heb gekocht is van 50 cent tot 1 euro. Like, what? En het duurste wat ik heb uitgegeven, het meeste wat ik heb uitgegeven, is 4 euro. Dat is super cheap. Dus ik ben heel erg blij met de spullen die ik heb gekocht. Ik heb vooral veel zomerdingen gekocht, omdat ik 28 mei naar Mallorca ga voor examenreis. En ja, als je ergens goedkope zomerkleding kon kopen, was het daar wel. Dus ik ga vandaag laten zien wat ik heb gekocht. Ik zal beneden hier in de beschrijving wat meer vertellen over de markt en hoe je het goed kan bereiken, wanneer het is. Want als je gewoon niet heel erg veel geld te besteden hebt, of je zoekt juist hele aparte dingen, je kan echt bijvoorbeeld vintage dingen, gewoon dingen die je niet snel meer in de winkels vindt, kan je daar kopen. En ze hebben er ook dure merken zoals Abercrombie en dat soort dingen. Maar verkopen ze die gewoon voor goedkoop omdat ze het kwijt willen. Dus het is allemaal super handig en leuk. Dus ja, je kan verder nog even in de beschrijving kijken wil je daar meer over weten. Anyway, laten we gewoon beginnen. Als eerste heb ik dit shirt gekocht. Dit is een Rolling Stone shirt. Zo zien jullie hem wat beter. Hier was ik 1 euro voor kwijt. Echt heel erg goedkoop. Ik luister tegenwoordig best veel naar de Rolling Stones. Ik vind het heel erg gaaf. En vooral het teken, die mond vind ik heel tof. Dus die heb ik voor 1 euro gekocht. Dan ga ik even verder met alle zomerdingetjes. Het zijn vooral veel bloemetjes en kleurtjes. Als eerst kwam ik een playshoot tegen. Hier was ik 2 euro voor kwijt. Ik vond de print heel erg gaaf. Het heeft allemaal verschillende bloemetjes. En een playshoot betekent dat het hier dus kort afloopt. En dan is het dus geen jurkje, maar een broekje. En hier bij de taille is hij wat strakker. Je kan hem hier ook aantrekken. De touwtjes. En ik vond hem heel erg leuk. Vooral de bovenkant vond ik ook heel erg schattig. Dus die. Toen kwam ik deze tegen voor 1 euro. Dit is een heel erg vrolijk hemdje met heel erg veel blauwe en roze kleuren. En hier beneden kan je hem vastmaken met een knoopje. Je kan het een beetje vergelijken met zo'n crop top. Ja, hij valt best wel hoog. Dus ik denk gewoon heel erg leuk om deze te dragen boven een short. Dan dit hemdje. Hier was ik volgens mij 50 cent voor kwijt. Ook heel erg leuk. Heel erg veel kleuren. En vooral dit vond ik heel erg schattig. Hier zo de voorkant. Heel erg meisjesachtig. Ook een crop top. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet veel van. Dus vond ik ook leuk om te hebben. Dan een hemdje voor 50 cent. Dat is deze. Het is met spijkerstof. En hij loopt hier aan de achterkant langer door dan aan de voorkant. En ik vond vooral de achterkant gaaf. Dit is hem. En ik denk dat dit ook heel erg leuk is boven een short. Bijvoorbeeld voor boven een bikini of zo. Om even aan te hebben. En 50 cent vind ik echt gewoon geen geld. Dan kwam ik dit blouseje tegen. Deze was 2 euro. En deze vond ik heel erg vet. Dit is hem. Hij is heel groot. Ik heb hem al gepast. En hij valt super oversized. Maar wel op een mooie manier, zeg maar. En hier aan de achterkant, dat vond ik eigenlijk het mooiste, is hij helemaal van kant. En dat vond ik super gaaf. En dan loopt hier aan de achterkant ook langer door dan aan de voorkant. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. Ja, ik vond het echt gewoon een heel erg chic hemdje. Maar je kan hem ook gewoon heel leuk combineren voor boven een bikini of zo. Je kan er eigenlijk heel erg veel kanten mee op. Dus deze. Dan kwam ik een hele gave blazer tegen. Deze is toevallig van de H&M. En hier was ik 4 euro voor kwijt. Dit is hem. Ik vind hem echt heel erg tof. Wat ik zo gaaf vind aan deze blazer is dat hij niet zeg maar simpele knoopjes heeft. Maar hij valt zeg maar hier wat losser in het midden. Dat vind ik altijd een heel erg tof effect. En de print vond ik heel erg gaaf. Ik zal hem even wat beter laten zien. Hier zie je het wat beter. Ook weer met roodblauwe tinten. Heel erg gaaf.
Echt een hele toffe blazer vond ik deze. Dus die voor 4 euro. Dan kwam ik dit fleurige blauwe hemdje nog tegen op de camera. Komt hij iets verder over dan in het echt. Maar deze vond ik ook heel erg tof. En wat ik vooral leuk vind is dat hij hier aan de achterkant en aan de voorkant. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Hier heeft hij twee van die gaten. En dat vond ik best wel tof eruit zien. Ook als je hem aan hebt. Dat is toch wel een leuk detail. En ik vond de kleur ook heel erg mooi. Blauw is echt de kleur voor mensen met een bleke huid. Dus ja, perfect voor mij. Die dus volgens mij voor 1,50. En het laatste kledingstuk is deze van de H&M. En dit is echt een kleur die ik totaal niet in mijn kast heb liggen. Maar ik vond hem eigenlijk wel tof. En ik dacht, nou, laat ik gewoon een keer wat nieuws proberen. Hij was ook volgens mij maar 1 of 2 euro. Aan de voorkant schijnt hij door. En dan heeft hij hier gewoon verder een simpele stof. En aan de achterkant heeft hij een gouden rit. Best wel simpel, maar deze dingen zijn altijd handig om te hebben. En ook leuk om te combineren met een blazer. En als laatste heb ik een boek gekocht. Er waren heel erg veel boeken te vinden op de markt. Trouwens ook echt platen en cd's en dat soort dingen. Heel erg vet. En ik wilde heel erg graag een boek. Ik kon het gewoon niet laten om er een mee te nemen. Deze is van Paul Auster. Er stonden twee meisjes achter het kraampje. En die zeiden dat dit een onwijs goed boek was. Dat het echt een hele goede schrijver was. Het is een Engels boek. Ik heb eigenlijk niet veel van de achterkant gelezen. En de voorkant zegt eigenlijk ook vrij weinig. Ik laat me gewoon verrassen. Hier heb ik 1 euro voor betaald. En normaal was die 20 euro. Dus dat is echt een super goedkoopje. En ik ben hier nu al heel erg blij mee. En ik ben heel erg benieuwd hoe het boek is. En dit was alles. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel erg blij met mijn aankopen. Ik was uiteindelijk volgens mij nou net iets minder of net iets meer dan 20 euro kwijt voor 10 dingen. Nou, dat is natuurlijk super cheap. Kijk eens nog even beneden in de beschrijving als je meer wil weten over de eihallen. En neem gewoon een keer een kijkje. Het is echt heel erg leuk. En er zijn ook elke keer weer andere kraampjes. Dus ik ben zeker dat er voor iedereen wel wat te vinden is. Dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Doei doei!